schot. Je mag zijn goed bekend maken. De CEO van de nationale trein, Ivan Pitovic, gaat de start geven. Renners, op uw plaatsen, 18 ronden. Klaar. 3, 2, 1. En ze zijn weg. Als je bent, komt dan op gelijk hoog. Als je bent, monster de situatie, maar het gaat gelijk op. Op de 16 ronde. En als je bent, komt op stop. Maar dan Roelands nog altijd een goede tandans. Nog altijd nek aan nek. Lichtvoordeel zelfs voor Jurke Roelands. Jurke Roelands, UCI nummer 73. Het nummertje van Gilbert kent u. Hugh Gilbert, 24 overwinning. Nu Roelands, beste helft op het voorbije week aan de weg, 50. En Roelands nog altijd aan de leiding met een kleine voorsprong. Nog altijd de hoop. Ze doet iets zichzelf op Twitter, niet verzorgen. Als je bij een kleine achterstand. Nog 11 ronden, jongens. Roelands nog altijd met een kleine voordeel. Nog min of meer gelijk nu. 10 ronden. De tijd loopt mee, want dit is geen klassieke afstand. Vergelijkingen met het wereldrecord zijn uit te blozen. Klassieke achtervolging 4 kilometer. Dit natuurlijk 3000 meter. 9 ronden. Ja, ze zijn elkaar waard. Als je bij nu komt met een kleine voorsprong, zijn het heel dicht. En als je bij in een karakteristieke houding vallen, dat hoofd begint wat weg en weer te bieden. Maar Roelands, pijn op de tanden. Chauffeur, ja. Is het een lach? Het leek mij even een grijns. Gilbert, vol op petrol nu. Heeft een kleine voorsprong. 6 ronden. We schrijven geschiedenis. Deze twee jongens, super, met de voorsprong die hij aan het uitbouwen is, zit in die laatste kilometer. 4 ronden. 3 ronden zo meteen, dat is 500 meter. En Gilbert heeft een goede seconde voorsprong. En Roelands kijkt, en dan een onderspit, misschien moet het helpen. Gaat het op een kisten. Hij ziet het, Gilbert ziet de achterkant van Roelands. Al duurt het maar een halve seconde. 2 ronden, we gaan naar die slotronde zo meteen. Voorlaatste ronde, dames en heren. Gilbert in de demonstratieachtervolging en Roelands die gaat springen. Die gaat dansen op die pedaal. Maar Gilbert heeft op dit moment het voordeel. Hier komt de slotronde. Ze zien al voor op de 7e vuur. Een prestatie. Philippe Gilbert, dames en heren. 1-0. Ze met meteen de tweede match. Ondertussen hier ook op de meeste mensen wellicht herkend. Alle mensen vandaag hier van de Omega Pharma Lotto die hier aanwezig zijn. Ploegmakkers, ploegleiders, management, sponsors. Vormen een eregaak voor Philippe Gilbert en Jurgen Roelands. Die heel mooie achtervolging hebben gedemonstreerd
Ja, dat is beter. 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 Ja, dat is be